Aankomend weekend is het zover. De Tour de France komt door Brabant. De wielrenners leggen in de eerste etappe aanstaande zondag in totaal 224 kilometer af. Dat klopt. Dan komen ze vanuit het Zeeuwse. Vanuit Rotterdam gaan ze via het Zeeuwse komen ze richting de gemeente Woensdrecht. Woensdrecht is de enige Brabantse gemeente waar de Tour de France, die de Tour de France zal passeren. En hier komen ze hoog rijden binnen bij het bekende wielermonument dat geplaatst is ter gelegenheid van het WK veldrijden in 2009. Dus hoeveel kilometer is het Brabantse stukje? De route, de totale lengte van de Tour is, toeretap is 220 kilometer. En ze zullen ongeveer 18 kilometer door de gemeente Woensdrecht rijden. Dus dat is minutenwerk? Dat is inderdaad minutenwerk. Kijk, als we kijken naar het snelste schema met ongeveer 46 kilometer per uur, ja, dan is het echt minutenwerk. En hoeveel bezoekers verwachten jullie? Hebben jullie daar enig idee van? Dat is moeilijk inschatten. Vanuit de Franse organisatie hebben we begrepen dat in Frankrijk de mensen bereid zijn om ongeveer 160 kilometer te rijden met de auto om de Tour de France te kunnen zien. Dus ja, wie weet wat er hier gaat komen. Heel veel mensen weten natuurlijk Woensdrecht al te liggen vanwege de vele wielerevenementen en ook vanwege het WK van 2009. Dus wij hopen op een grote opkomst. We zijn erop voorbereid. Ja, want in het draaiboek wordt gerekend op 50.000 bezoekers. Deze dame hoeven ze niet mee te tellen. Ja, maar de zoon vindt dat goed voor mij. Mij interesseert dat niet. Maar de zoon is een wielerfan. Die kijkt altijd op tv naar de koers. Maar mij interesseert het niet erg. Gaat hij niet op een plein een feestje vieren? Dat denk ik niet. De hitte zou er ook voor kunnen zorgen dat mensen de Tour overslaan. De echte wielerliefhebber die zal nog kiezen voor de Tour de France. Want hoe vaak komt het voor dat de Tour de France door West-Brabant komt? Het is van 1973 geleden dat in West-Brabant de Tour de France is gepasseerd. Dus we praten toch al over 37 jaar geleden. Wie is uw favoriet? Mijn favoriet, ja, ik blijf natuurlijk een Nederlander. Ja, dan ga je uit voor Robert Gesink. Maar als ik heel diep in mijn hart moet kijken, dan denk ik toch dat het Alberto Contador gaat worden die de gele trui mee naar Parijs gaat nemen. Voorafgaand aan de Tour op zondag wordt zaterdag feest gevierd in Putten. Dorp in de gemeente Woensdrecht en kloppend hart van het wielerfeest. Met muziek, spel, een tentoonstelling en een eigen tour wordt gezorgd voor het nodige vermaak.